Ja, er komen zoveel uitdagingen op ons af dat het echt wel nu het moment is om volop te kiezen voor die Modal Shift. Modal Shift in zaken personenvervoer, in zaken goederenvervoer. We zijn een logistieke hotspot, maar we moeten echt volop die transitie doorzetten. Dat betekent kiezen voor water, kiezen voor alles wat spoor te maken heeft. Daar investeren we volop op in, maar ook gezamenlijk heel wat acties uitrollen. En dat doen we in het kader van ons topteam Via Via. Heel wat acties om die multimodaliteit in Vlaanderen, om dat volop alle kansen te geven en tegelijkertijd volop inzetten op de verduurzaming van heel onze logistieke sector. Ik heb vandaag deelgenomen aan de War for Talent discussie op de Logistiekdag. En ik had het met name over de War for Talent en dat die eigenlijk voorbij is, want talent heeft gewonnen. En om daar iets aan te doen, is het belangrijk te focussen op de toekomstige skills. De toekomstige skills voor mij zijn creative skills, critical thinking, social skills en communication skills. Vier skills die heel belangrijk zijn om de medewerker van de toekomst voor te bereiden op alle uitdagingen die onze weg opkomen, zoals bijvoorbeeld AI en automatisering. Maar dankzij die creativiteit, kritisch denken, sociaal zijn en communicatie gaan we zeker een oplossing vinden. Als deelnemer aan de Logistiekdag in België heb ik bijzonder genoten zelfs van de sessie rond stadsdistributie en warehousing. Met meer bepaald focus op energie, energie-efficiëntie, het vergroenen. Heel boeiend gesprek gehad, nadien ook met mensen van DFDS om hun ervaringen met betrekking tot een elektrische vrachtwagen te delen en te leren kennen. Dus heel leuk en interessant qua inhoud, maar ook boeiend kunnen netwerken nadien.